Natasja van Grinsven, admiraal. Welkom bij Adel Den Haag. Zou je wat over jezelf kunnen vertellen? Zeker. Ik heb een enorme passie voor sport. Mijn hele leven al gehad. En altijd gevoetbald. Zaalvoetbal nog steeds. Veldvoetbal moest ik mee stoppen. Omdat de combinatie tussen een drukke baan en een gezin werd wel wat uitdagend op een gegeven moment. Ik zaalvoetbal nog steeds. Door die passie van sport heb ik voor de sportacademie gekozen. In mijn jonge jaren, de ALO in Amsterdam. Hele mooie tijd gehad. In die tussentijd heel veel bijbanen ook in de sport gehad. Sportinstructeur, buitensportinstructeur geweest. Ski- en snowboardleraar, eigen dansschool opgezet. Voetbaltrainer geweest. Meisjesafdeling opgezet bij mijn eigen club. Scheidsrechter geweest, van alles gedaan. Toen een jaartje naar het buitenland en toen kwam ik terug. En toen ben ik geen leraar geworden op een middelbare school. Daar werd ik gevraagd. In principe was dat nooit mijn ambitie. Maar ik heb wel een hele leuke tijd gehad. Toen naar Johan Cruijff Instituut de Master International Sportmanagement gedaan. En daarna de kant op gaan die ik eigenlijk wilde. Dat was de business en de commerciële kant. Toen ben ik terechtgekomen bij PBN. Evenementenbureau, sportevenementenbureau. Daarna bij een sportmarketingbureau in Zwitserland. En daar waren we verantwoordelijk voor spelers, voetballers en clubs. En ik had toen voor Nederland PSV en Feyenoord als accounts. Dat was een start-up. Redelijk snel ook weer voorbij, moet ik eerlijk zeggen. En toen bij de KVB beland, in Zeist. In het managementteam, driekoppig managementteam. En daar was ik verantwoordelijk voor de commerciële kant van de campus. Dat werd toen nieuw gebouwd. En dat is de locatie waar de clubs en spelers trainen, trainingskampen beleggen. En waar bedrijven hun evenementen en hun meetings organiseren. Dat was een bijzondere combi. Binnen een half jaar het eerste miljoen opgehaald en lekker gebouwd. En toen getrouwd en raakte ik zwanger van onze mooie dochter. Toen dacht ik, ga niet meer 2 uur heen, 2 uur terug in de file staan. Dat was even niet het handige moment daarvoor in mijn leven. Toen kwam Telstar voorbij. Nou, ik woon in die andere mooie stad achter de duinen in Haarlem. Dus dat was om de hoek bij Telstar en er lag een geweldige kans. Het 5 jaar met heel veel plezier gewerkt als commercieel directeur. Verantwoordelijk voor sponsoring, marketing, communicatie, ticketing, fanshop en media. Klinkt als heel veel, maar het is een kleine organisatie. Ja. Tweekoppige directie samen met Pieter de Waard, algemeen directeur. Wegens omstandigheden hebben we ook een aantal keer moeten vervangen. Nou, dat proefde naar meer, dat beviel me goed. En nu zitten we hier. En wat zijn dan de belangrijkste redenen waarom je nu dan kiest voor ADO Den Haag? ADO Den Haag, mooie club. Rijke historie. Gepassioneerde supporters. En heel veel mensen die heel betrokken zijn bij deze club. Dat zijn voor mij natuurlijk wel redenen om hier werkzaam te willen zijn. Te mogen zijn. En ik werd getriggerd toen ik gebeld werd en gevraagd werd door de eigenaren van de club. Voornamelijk door de fase waar de club in zit. Ja, iedereen weet dat ADO uit een onrustige tijd komt. Er liggen veel kansen. Eredivisie, de club zou in de Eredivisie moeten spelen. Dat snapt iedereen. Dus er liggen veel kansen, er ligt veel groei. En aan mij nu het moment om te zorgen dat de organisatie in rustige vaarwater komt. En een financieel gezonde en stabiele fundering neer te zetten. Wat zijn dan de belangrijkste doelstellingen voor de komende tijd? Er zijn een aantal dossiers die natuurlijk van belang zijn. Allereerst sportief succes, de allerbelangrijkste voor deze club. Bij de vrouwen spelen we gelukkig al in de Eredivisie, maar bij de mannen moeten we zo snel mogelijk weer die kant op. Dat is voornamelijk aan mijn collega technisch directeur natuurlijk, om te zorgen voor het sportieve succes. Aan mij om te zorgen voor de andere kant van de organisatie. De kantoren, business en de commerciële kant. Daar ga ik graag mee aan de slag. Waar ik graag mee aan de slag is het imago van de club en hoe we naar buiten treden. Ik zou graag zien dat we in een hele korte tijd dat uitstralen als één familie. Één ADO, één club. Vandaar ook de integratie waar we bezig zijn met mannen, vrouwen, jeugd. Het zou geweldig zijn als die uiteindelijk allemaal op dezelfde plek kunnen trainen, zodat ze elkaar ook ontmoeten. En we echt als één familie optreden. Dat iedereen zich hier thuis voelt in het stadion. Dat iedereen zich hier welkom voelt. En dat we samen bouwen naar een mooier ADO. Een ADO waar we allemaal
heel trots op zijn. Nou, zoals je al vertelt, is er genoeg te doen. Over een paar weken start je officieel. Is dat iets waar je naar uitkijkt? Zeker, ja. Half juni start ik. Daarvoor ga ik nog even een weekje van mijn rust genieten. Ergens op een eiland, denk ik. En dan ben ik er helemaal klaar voor. Een frisse start. En dan kijk ik uit naar de samenwerking met Joris. Vandaag is ook bekend geworden dat Joris Matthijs is aangesteld als technisch directeur. Ik neem aan dat je hem al hebt gesproken. Wat kun je over hem vertellen? Ja, natuurlijk hebben we elkaar gesproken. Ja, ja. Zowel voor Joris als voor mij belangrijk dat we elkaar ontmoeten voordat we aan de slag gaan. En dat is ook gebeurd. En dat contact was gelijk goed. Dat was een goede klik. Dus dat is heel fijn. We gaan echt met z'n tweeën aan de slag. Joris gaat echt met de technische kant aan de slag. En ik echt met de kantoren business kant. En dus de portefeuilles zijn duidelijk verdeeld. Maar we zullen zeker als één team optreden. En ja, ik kijk heel erg naar uit om met hem deze klus te gaan klaren.